Deze week, ja, ik zie een beetje raar kijken naar die controller. Het is een Sega controller. En we nemen het niet tegen elkaar op, we gaan elkaar deze keer helpen. Met de X-Men. De X-Men, we zijn vandaag X-Men. Ja, X-Men. Ken je de serie? Tuurlijk, ik ken het niet. Ja, de comics, de strips. Ik weet niet waarop deze gebaseerd is. Ik neem haar gewoon op de stripboekjes. Niet echt de serie die je vroeger had. De X-Men tv-serie die je met Turtles en zo had. Daar had je ook een tijdje erop. Dit is nog van voor die tijd. En het is best wel cool. Ja, want daar zat Harlekijn niet in. Ja, wow. En Magniio. Echt, Sega die is echt direct graphics. Hoe die er ook uitziet. Dat is echt zo'n badass. Dat had Sega gewoon. Van die badass graphics. En iedereen die keek gewoon badass. En was zelfs kwaad. En dat is Sega. Ik vond alleen de geluidseffecten van Nintendo vaak wel beter. Ja. Want omdat ze van Sega bij alle spellen veel op elkaar leken, weet ik nog. Klopt, klopt. Zullen we maar als amateurs, amateurhelden, ik heb geen superkrachten, dus we gaan als amateurs maar aan de slag. En dan kunnen we kiezen uit Gambit, Harlekijn, Wolverine of Cyclops. Ik weet niet wat jouw... Ja, duidelijk hè? Nou, helemaal rechts is Cyclops, die kies ik. Je kan hem ook aanklikken met start. En dan kun je wat informatie krijgen en dan zeg je van ik neem hem. Wat is dit? Dat is Harlekijn. Maar die moet ik niet hebben. Wolverine? Ja, die moet ik hebben. Start. Juist. Echt wel Wolverine. Dan zijn we in de Danger Room, de simulatiekamer. Dus ja, dit is springen. Dus mappen. Ja, C is springen. Met B gebruik je special power, of nee, de stompen. En A is je special power. Dus bij mij is dat. En dat, de laser dat wordt minder ook of zo? Ja, dat is de laser. Of, dat blauwe balkje. Dat, je moet hem mijn klauwen intrekken. Dus. Ja, en die lopen dan. Kijk, lopen ze ook langzaam weer vol. Oké. Dat slaat natuurlijk al helemaal nergens op als je wil drinken. Nee, zeker niet met zijn helingsfactor. I'm assuming that the professor has put us into a trial simulation situation. Simulating the savage land to test our adaptabilities to circumstances. Okay. Ik zit net te denken, we hadden het er net over de savage land. En, of tenminste over de tekenfilmserie. En daar is dit dan weer van. Dat is waarschijnlijk ook. Ja, Jean die helpt je, maar als je in de afgrond valt of zo, dan word je geholpen door Jean of Storm of die andere figuurtjes die trek je gewoon omhoog. Die helpt je. Het is gewoon lucky toe. Nee, bedankt Jean. Dat is niet uiteindelijk of onuitputtelijk zo, nog een paar keer. Kijk, ik heb dit spel vroeger wel eens gespeeld. Ik had geen Sega. Een schoolvriendje van me had het wel. En dan kijk ik hem op, je moet hem zeggen. Wat deed je nou dan daar? Ja, dat is aan de hendel, die moet je omslaan. Dat wist ik nog. Oh, een afgrond. Dat is niet onduidelijk. Nee, dit is... Maar nu zie ik wat wel een afgrond is en niet. Oh. Ik moet dit eens samen zeggen. Ik moet even een stukje naar boven. Ik zal even netjes op je wachten. Wat lief. Nou, we hebben Jean Grey, die helpt me. Ja, maar dit herken ik nog van de tv-serie. Ik heb nog videobanden en dvd's van de serie. Dat was op de Batman Kids. En daar had je echt, het was echt een hele lange special over de Savage Land. Met Magneto en met Xavier die er vast zaten. En de X-Men die iedereen moesten om weer te redden. En Mr. Sinister geloof ik nog. Ja. Ja. Ik had een vliegend krachtje moeten nemen. Ja, je kan ook Harlekijn kiezen. Die kan teleporteren. En die kan teleporteren. Alleen volgens mij, ik weet niet meer zeker hoor, maar vloog hij dan alle kanten op. Oeh, ik weet niet. Waar is de muziek? Ah, de muziek staat wat zacht. Ik zal hem even zeggen. Kijk, trouwens op het pauzescherm. Jean Grey en je kan nog wat andere dingen aanklikken. Storm, die kan je nog helpen. Iceman, als je die aanklikt, dan komen ze langs. Iceman bij bijvoorbeeld op de brug, zo kunnen we zo even testen. Nee, ik doe deze maar. Ja. Dus de tv staat wat harder, we hebben nog wat meer muziek. Nou, meer. Eerst wat ga ik doen. Kijk eens, levensmiddel. En een waterval. Vermogen. Ah. John. Ik haal het niet. Gelukkig is Jean er weer. Go Jean. Wel, Jean is wel een beetje apart. Ze komt in beeld, ze helpt je en ze nokt hem ook direct weer. Ze is gewoon bang. Ze staat gewoon echt voor me. Ik denk van dat er gewoon mee. Wow! Ik denk dat het toch wel ook wordt. Echt? Hierin of niet? Oh, Jean! Oh ja, hier had je van die loodjes. In elk geval, dit moet een simulatie voorstellen van de Danger Room en we moeten het einde halen. Omhoog? Of gaan we naar beneden? We gaan naar beneden, maar of het verstandig is. John! Oh, bastard! Oh, ik sta op spikes. Help. People safe. Same here. Oh, snel hierheen. Ik ben blij dat we wat amateur hebben. Oh. Ja, een splitscreen was op zich wel handig geweest. Hè? Ja. Maar je was snel weer bij elkaar gebracht. De Jean. Je bent bijna Cassie Weilen. Juggernaut will crush you. Oh shit. Oh, dat was het al. Dat was hem al. Nee, dat was mij. No. Ah, Cyclops, kom op. Wat een opbouwing. Doe het. Nee. Je zult je alleen verder moeten rennen. Leave hem! Dat is toch maar een simulatie. Nou ja. Leuk, daar kan ik gewoon op staan. Ja, er zit een soort platformje achter verborgen. Waar heb je die gasten hier van de Savage Land? Ja, dat is natuurlijk zo. Ah, dat gaat. Dat is een soort schakeling. Oh, daar hebben we wel aan Jean. Oh, wat is dat? Kom weer bij een eindbaas. Dit kan me nog wel herinneren. Open mappen, applicate. Oh, je mag natuurlijk niet over het water, want het water is dodelijk. Jazeker. Eigenlijk moet ik helemaal niet dood kunnen, want ik ben Wolverine. Hij geeft van je. Ja. Kijk hoor, waar is de eindbaas dan wel? Darling, you're asking for it. Geen idee. Druk eens op start als je wil. Nou kun je Iceman aanklikken. En nu heb ik hem geselecteerd. Nou, gebruiken. Maar hoe? Kijk, kom Iceman al, je hebt wel een keer. Dat hielp niet heel erg volgens mij. Die andere helpt wel. Jean is het ook. Druk eens op start. Of Storm. Storm heb je heel goed en Jean kun je selecteren en dan. Kijk, daar heb je eerst ook gewoon. Oh, ze is nog steeds. Zo. Hey, goeie map. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Wow, what the fuck? Het is tijd voor een andere. Storm. Storm, help! Storm blijft af. Nee. Je hoeft toch niet helemaal opnieuw te beginnen? Ah nee, ja dus. Ja, het is wel, het is, wat vind je ervan? Ja, het is wel cool, maar het heeft wel wat meer puntjes. Zeker. Zeker. Maar om sowieso dat je niet goed ziet waar de afgrond is en zo, en dat je de hele tijd in de afgrond valt. Maar over het algemeen zijn games gebaseerd op comics, dus vaak zijn cash-ins. Als je kijkt, het is Spider-Man games, het is meestal is crap. Dus wat dat betreft is dit toch nog allemaal. Het ziet er goed uit en komt tussen X-Men, je kan niet echt fout gaan. Tenminste, je moet ervan houden natuurlijk. Ja. Ja, als je niet van X-Men houdt, dan koop je het spel ook niet, neem ik aan. Nee, maar op zich, ik heb het spel zelf al gespeeld. Zelfs, nou ja, zeg maar, bij mijn schoolvriend dat ik vertelde, ik had geen Megadrive, maar die speelde dat toen al. En later heb ik het gekocht dan, om een plekje toe te voegen. En op zich is het best wel een leuke game. En als je verder in de levels komt, dan... er zit wel potentie, maar je moet ook even de tijd komen. Dus wat dat betreft is het wel een leuke game. Volgende week, Batman of Turtles. We blijven een beetje in de comics reeks. Wat heeft je voorkeur? Batman ben ik wel. Batman.